aan tafel. Albertine, jij mag hier zitten. Joël, jij gaat hier zitten. Oké. Okay. Aida gaat hier, Harry gaat hier. Na al het geknutsel is het bij de familie Jelies tijd voor het diner. En dus worden de gourmetstellen uit de kast gehaald. Om het allemaal rustig te laten verlopen, heeft Janneke een tafelschikking bedacht. Ja, als je met zoveel aan tafel zit, met zoveel kinderen, dan moeten we wel even nadenken van wie zetten we naast wie en wie zetten we bij elkaar, zeg maar. Nu hebben wij gezegd van de grote bij elkaar, zodat ze zichzelf kunnen redden. Dus dan gaan we even afwachten of dat gaat. En Johan en ik zitten bij de kleintjes en wij regelen een beetje voor de kleine kinderen, zeg maar. Bill, je kunt niet. Je moet bij elke feestje aan twee in doen. Bij die kan ook nog, bij die zit erin. Maar het blijkt toch al snel dat de prepubers bij elkaar aan het gourmetstel niet echt een goed idee is. Jantine, als ik jou weer waarschuwen moet, dan word jij apart gezet. Ze zit met tomaten te gooien. Te gooien? Te gooien? Ja, zo meteen. Oh, joh, dit is zo'n soapserie, echt waar. Hè? Dat geldt ook voor jou. Hé. Hey. Wat? Sst. We gaan eerst bidden. O Heere, almachtige, barmhartige God, Vader in de hemel. Tijdens het bidden is er even rust, maar daarna begint voor Johan en Janneke het echte werk pas. Doe jij de pannetjes voor hun of niet? Ja, daar doe ik pannenkoeken in allemaal. Maar er zit gewoon nog boter. Niet doen, Jantine. Nee, ik wil pannenkoek. Komt eraan, jongen. Pa, mag ik pannenkoeken mixen erop? Ja, lieve schat. Maak mij niet zo'n schat. Harry. Vader, is dit genoeg boter ervoor? Vader, dit kan ik niet omdraaien. Nee, niet zeggen. Maak klaar. Ja, ik kan. Ja, kom hier. Ja, goed. Gourmetten is met een groot gezin eigenlijk gewoon keihard werken. Want het is dan hier, dan daar. Je moet overal tegelijk zijn. Zijn die al bij elkaar? En, jongens, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten leren koken. Jantine, wil jij dit? Ja hoor. Hé, zij zit aan de rauwe vlees. Zij zit aan de rauwe vlees. Goed, goed. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Haal weg. Oh, oh, dat kan echt niet, hoor. Nee. Moet eerst even bakken. Oh, we hebben ook een magere speenvarken thuis. Hey. Jana, nu stil zijn. Moet je even op de gang? Nee. Nou, stil zijn dan. Stil, hè? Ja. Stil, hè? Ja. Oké. Tja, en met zoveel gourmetstress kun je wel eens wat vergeten. Aha. Het is, oh ja, het dicht. Is zwart. Nee. Stokbrood is zwart. Ja. Nee. Jongens. Geen stokbrood vandaag. Geen stokbrood vandaag. Okay. Sorry. Oh, oh, oh. Het is wel doodzonde, hè? Mijn schuld. Ik wist niet dat je het erin had, hoor. Ik wil een blauwe stokbrood. Nee, het is zwart. Ik wist niet zwart. Dat het zo snel ging. Jongens, ik hoop op één ding als vader zijnde. Ik hoop dat we hier over 20 jaar allemaal nog gezond in mogen zijn. Plus allemaal een goede, gezonde vent. En jij een goede vrouw. En een grotere tafel. En een grotere tafel. En dat we allemaal weer hier in gezondheid kerst mogen vieren zoals we dat nu ook doen. Ik heb al een vriendinnetje. Heb je al een vriendinnetje? Heb je al een... Wat? Hé, hey, dit moet even in de krant. En jou een kalletje? Hoe heet ze dan? Eva. Ja? Eva? Oh. Zit die bij jou in de klas? Ja. Even voorstellen, de volgende keer aan mij. Is goedkeuren. Ja. En dan ga ik nou zelf ook even eten. Oké. Okay, eindelijk. Ik neem deze. Ja, die heb ik voor je gemaakt. Dankjewel, schat. Eet smakelijk. Bedankt. Oh, eet. Pizza! Jongens, pizza! In Duitsland is het ook etenstijd. Maar na een chaotische dag met autoschade en verloren gewaande kerstspullen hebben Rob en Tyler ervoor gekozen om pizza te bestellen. Pizza! Kakatoe, kom op. Ik kan ook met hem even aan de tafel komen. Je moet allemaal pizza. Ik! Jij wil ook pizza. Op een pizza hoor.
Ja, krijgen jullie ook. Hallo. Het is een veelbewogen jaar geweest voor de Buddenbrugjes. Met als hoogtepunten de verhuizing naar Duitsland en natuurlijk de geboorte van baby Devan. Kijk, we zijn dankbaar dat we gewoon samen zijn. Dat we nu op de tafel gaan. Als gezin. Kijk, of het nou dit huis of een ander huis is, dat maakt denk ik net weinig uit. Zolang je elkaar hebt. Ja. Nee. Maar het is natuurlijk wel fijn dat er mogelijkheid bestaat. Dat je op deze manier wel, ook meer voor die grote meer, voor hun eigen dingen te kunt realiseren. Want in een kleiner huis is dat gewoon niet mogelijk. Hoewel Tayla en Rob snakken naar een beetje rust, hebben ze ook alweer grootse plannen voor het aankomende jaar. Beneden in de kelder willen we wellnessbereik beginnen. Ja. Voor buitenaf mensen, dat ze daar kunnen relaxen. Ja. En, dat zal wat zijn, hè? Voor de rust beelds komen. Ik weet niet, die mensen worden teleurgesteld. En ja, we hebben nu een hectisch jaar gehad. Ja? Veel veranderingen. Dus we hopen volgend jaar een iets relaxter jaar. Dus waarschijnlijk zijn we dan zelf klant bij onze eigen wellness. Dan komt er gewoon niemand in en zitten we dan de hele dag zelf. Dat kan natuurlijk ook. Dat bij de wandelwagen. Je moet dicht hoor, want het is koud buiten. Warm nog. Huh? 10. Wie heeft 10? Ik. Na het feestmaal is het tijd om de banden met de Duitse buren aan te halen. Want alle Buddenbrugjes zijn uitgenodigd voor een buurtfeest. Huh? Nou. Hallo. Hoi, hoi, hoi. Zo, kijk, mooi. Hey. Wow. Ja. Ja, wow. Siobhan, hoe vind jij het in Duitsland wonen? Ja. Wil je nog terug naar Heerlen? Nee. En jij wel? In het begin wel. In het begin zijn ze van ik wil naar Heerlen. Nee, dankjewel. Doe me lekker opeten, jongen. En nu hoor je alleen maar nee, mama, ik wil terug naar Duitsland. Lekker opeten, hè? De omgeving is anders. Het is hier rustiger. Als je opstaat, hoor je de vogeltjes fluiten. En dat was in Nederland niet echt. En de gezelschap hier, dat is wel leuk. De taal is nog een beetje lastig. Dat moet je nog leren op school. Rob, ja. Het is een glückwunsch. Ja, klopt. Ja, dank je. Dank je. Als het een glückwunsch aan papa, hè? Ja. Kom maar hier, jongen. Huh? Of zo. Ja, mooi. Ja. Ja. Op 36. Ook bij de familie Kraan zit de kerststemming er al helemaal in. Het was vandaag wel echt een hele gezellige dag, vond ik. Ik heb echt genoten van jullie, dat jullie zoveel plezier hebben gehad met elkaar. En ja, heel gezellig. Ook Anne en Olaf. Ja. Het was echt heel mooi, inderdaad. Ja, echt heel leuk. En jij dan, Stan? Vond jij het ook mooi? En Jul? Ja? Ja, we hebben wel weer met elkaar een heel bijzonder jaar gehad. Als ik zo kijk, hebben we best wel veel dingen meegemaakt. Er komt weer een heleboel aan het nieuwe jaar. Het kleine meisje, hè? En onze kleine meid. Ja. Onze kleine meid. Jullie kleine zusje. Zusje bedoel je? Ja. Ja, en is het weer een kleine... Ik ben ook de helft. Kleine schreeuwt. Ja, weer wat nieuws. Alweer. Een roodharig meisje. Hier, kom maar bij mama. Het zal wel heel mooi zijn, een roodharig meisje, hè? Ja, kom maar. Het was een heel mooi jaar. Ik heb er echt van genoten. Ik ook. Ik ben best wel vaak chagrijnig, boos, irritant geweest. En dat geef ik mijn fout ook zelf toe. Ik ben niet echt de makkelijkste puber in huis. En ook zeker met het kindje vond ik een moeilijke tijd even. Maar dat komt gewoon elke keer weer omdat ik weer wat nieuws hoor. En dat moet ik wel eventjes niet... Ja, moet ik het weer gewoon... Verwerken. Zeg je dat? Verwerken, inderdaad. Ja. Plekje geven. Plekje geven ergens, inderdaad. Maar ja, achteraf ben ik er natuurlijk altijd bij mee. Elk kind wat we weer krijgen is hartstikke mooi gebaar. Ja, het is toch voor weer gebaard. Nou, ik vind het wel heel lief dat je dat zegt. Ja, heel lief. Ja, vind ik wel, Quinten. Super lief. Dus je bent wel een lieve grote broer. Ja, absoluut. Dus je wil je kleine zusje ook wel vasthouden. Ja, tuurlijk. Soms ook wel een luidje verschonen. Nee. Ik vind het eind van een jaar sowieso altijd heel emotioneel. Ik vind het einde van het jaar iets afsluiten. Ja, je kijkt toch terug op wat je allemaal hebt meegemaakt zo'n afgelopen jaar. En ik ben natuurlijk nu zwanger, dan heb je wat meer last van hormonen. En ik ben me er gewoon heel erg van bewust hoe rijk ik ben met 7 van zulke mooie kinderen en 8 op komst. En ondanks dat we een samengesteld gezin zijn en niet alledaags gezin,
ben ik daar apen trots op. Dat we altijd met elkaar weer redden. Hè? Dat we altijd weer... we staan best wel eens voor moeilijke dingen. En toch brengt ons dat dichter bij elkaar, vind ik. Ik ben gewoon heel trots en heel gelukkig. En heel trots dat ik moeder ben van zo'n mooi koppel. En dat ik de vrouw ben van Ivan natuurlijk. En natuurlijk dat je mij als zoon hebt, wat lief. Nee hoor, ik hou ook van jou heel veel. Je schreeuwt wat meer om aandacht, dat krijg je dan ook, maar... Dat weten jullie, hè. Rammen! Oh, rammen! Jenny! Au! Hey, Jenny! Hey. Jenny! Aja! Aja! Albertine, Albertine! Ja, je vader was te laat. In Tollebeek gaan de festiviteiten nog in vol tempo door. Want waar veel families na het gourmetten alleen nog kunnen uitbuiken op de bank... is er hier geen sprake van een after-dinner-dip. De Jelies brengen de avond traditiegetrouw door met spelletjes... als krantenmap en verstoppertje. Meiden, wie heeft de zin aan marshmallows? Jassen aan, schoenen aan. En de feestdag wordt op gepaste wijze afgesloten bij het kampvuur in de tuin. I wish you a Merry Christmas. Hier zo, alvast. Hou boven het vuur. And a Happy New Year. Hey, niet in het vuur houden, anders verbrand je stok. Hier, boven het vuur. Zo hoog. Ja, deze hoogte. Zo ja. Is deze goed eigenlijk? Oh, hij is schuikend. Mijn is zo... Oelala, lekker schuimerig. Jenny, is hij lekker? Ben ik aan het zwaar? Ja, eet maar op. Het jaar is voorbij gevlogen, hè, dames. Hey. Weet je wel wat wij dit jaar allemaal gedaan hebben dan? Noem eens op. Wat hebben we allemaal gedaan dit jaar? Vertel eens. Gietoren, hè? En wat dacht je van camping? Camping en... Ja. En wat hebben we gekregen dit jaar? En wat hebben we gekregen dit jaar? Een zusje. Een zusje. Angelina. En die wordt ook bijna 1 al. En wie danken wij daarvoor? Ja, oh. Ja, hè. En Jenny mocht naar de hogere school. En die is echt wel een stuk groter in één keer geworden. Echt al een meid. En dat is best wel voor ons een happening, vind ik. Wij hebben ook ik vind het best wel een stap. Deze moment als dit, dat wordt je gegeven. En dat moet je ook aanpakken. Je moet ook van het leven genieten. Moeten we meer stilstaan bij de dingen. Meer stilstaan bij dingen wat je hebt. Ja. Ja, absoluut. Wat we allemaal mogen hebben, hè? Ja. En hey, zijn we nu compleet dan? Zijn we compleet? Ja! Ja? Hey, zijn we compleet? Ja! Nee. Nee? We zeggen nooit nooit. Ja, nooit nooit. Menselijk gezien zijn we compleet. Maar we zeggen nooit nooit. Zeiden we de laatste drie? De laatste drie zeiden we van, nou dit... We zijn nee, compleet. We hoeven het is klaar. Dus ja. Wij zeggen niks meer. We, nemen, nee. We gaan niet meer zeggen van, nou dit is nou klaar. Dat is niet aan ons. Nee. Maar God heeft ons laten zien dat het niet aan ons is. Daarom. En we zijn hartstikke gelukkig. Die laatste drie, dat is echt, dan denk ik, nou hoe kan dit? Ja, ja, ja. Ja. Toch was je erbij. Ik was erbij. Hey, absoluut. Niet van de buurman. Ik bedoel Harry. Ja. Ander onderwerp. Wie oh. Oh. Daar komt de puber. Oh, de puber al. Zeg Janneke. Ja. Weet je, ik vind het zo fijn om met jou te knuffelen. Hey, Janneke. Ander onderwerp. Hey, ik wou nog één keer even dat liedje zingen. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij geeft zijn licht over uw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. Hij zal zijn vrede aan u geven. En dan zeggen we, genacht. Genacht!